Goedenavond. Leuk dat u kijkt naar Koken met Sterren. Onze speciale gast vandaag is Gerard van Bezij. Dag, ja, Gerard van Bezij. Hallo. Leuk dat u er bent. Ja, ook leuk dat u ook bent natuurlijk. En daar kom ik voor. Ja, waar houdt u van? Van eten bedoel u? Ja. Nou, ik ben een liefhebber van de lekkere stampotje rauwandijvieballetje gehakt. Maar wie heeft dat te maken met de meeste kokken? Ja, dat is dit hem. Ja, dat is hem. Ben je niet meer met die Hans? Die Hans, dat doe je niet. Dat is een andere keer. Oh, maar die heb je er ook nog wel? Die heb ik er ook nog bij. U bent Kaspijkers. Ja, van Bezij. Oude keer. Welkom. Hij heeft wel de handen gewassen. Ik was vandaag gaan beginnen dat u even de handen gewassen hebt. Ik ben bijvoorbeeld, waar ik ook een groot liefhebber van ben, is patatjes met appelmoes. Ja, patat met appelmoes. Kinderminuutje, zeg maar. Kinderminuutje. Ja? Nou, ik ga dan? Ja, ik ga vaak met Jacques Dancona eten, dus dan eten we het altijd. In, Zal ik even schort pakken? Wat gaan we doen? Nou, de gasten krijgen altijd schort. Hier. Oh, ik denk u gaat helpen. Ik schrik ervan. Nee, de gasten helpen altijd. Ja. En dan kijk toe. Daar gaat de bloemen bij. Waar is het voor? Voor de binding. Welke van binding? Van de kroketten. Die moeten lekker roeren. Voor de kroketjes. Die moeten we roeren. Wat wordt het voor kroket? Ik vind garnalenkroketjes altijd garnalen. Lekker. Dit wordt kip champignon. Oh, gewone kip champignon. Nou, wordt het wat, dit? Ja, dat gaat goed. Komt dit goed? Even nog lekker roeren. Echt waar? Ja. Ik kan me niet voorstellen dat dit wat wordt. Dit wordt is alles niet. Uit. Is dit nou niet mislukt? Nee, nog niet. Ja, er mag wel weer kip in. Zo. Ja. Champignons erin. De peterselie. Zout? Zout, Kas? Ja, een beetje zout. Ja? Nee, een beetje. Ik zie helemaal uitjes liggen. Ja, een paar uitjes. Niet te veel. Zo. Dat is een... Ik kan het allemaal niet te gauw bijhouden natuurlijk. Oh. Lekker zo. Lekker genoeg. Wat hebben we nog meer? Ja, huidjes. Ik heb nog van alles hier. Nou, we hebben nu de salpicon. Zeg, rommelen. Zonder van mijn nieuwe schort. Wat wil u erin hebben? Nog meer? Niks, nou is hij... Het is zat, zo lijkt me. We gaan even proeven. Het moet ook nog eetbaar blijven natuurlijk. Zo blijft hij, wordt hij goed, hè? Even proeven. Wat had je nog een lepel? Misschien iets minder pittig. Het is erg pittig, hebben jullie het gemaakt. Hebben ze zelf gedaan? Dit is voor de kinderen. Zo, nou, en dan moet je hier rond. Voor kinderen in eentje, hè? Zo. Zo. Yes. Yes. Dan door de geklopte ei. Ja. Zo. En nou rollen. Kroketjes. Dat is toch een kroketje van niks? Nou, ik moet het groter maken. Het is een duivenpoepje, dit, hè? Maar hoe krijg je dan nou dat hij aan elkaar blijft zitten? Ja, even rollen. Zachtjes. Hij is weg. Hij is weg. Nou, een nieuwe. Hé. Oh, je hebt een doekje. Dit is natuurlijk de techniek. U hebt een goed. Heet. Ik zal er eentje rustig even voor. Hè? Doet u rustig even eentje voor, hè? Dat is een handdoek. Hebben we? Ja. Of een badjas? Het is meer werk dan je denkt, hè? Heb je dit ooit wel gedaan? Dit is voor jou voorkomen nieuw. Nee, dit is... Heb je dat meer gedaan? Kijk, er is niks lekkerder als een heel goed kroketje, hè? Weet u zeker dat dit er een gaat worden? Ja, dit wordt hij, hè? Dus, wat is dit? Dat was nog een beetje kippenbouillon. Zo. Kijk, ja, voilà. Goed. Nu hebben we nog één ding te doen. Tuurlijk. Dat is de appelmoes. Ja. Dus even appeltje schillen. Nou, dat kan niet lukken, hè, zou je zeggen. Nou, dus er moet toch iets goed gaan, hè? Zal ik voor de zekerheid niet Joop Raakhekken bellen of je er even bij stelt? Voor de zekerheid. Nou, het gaat fantastisch. Appelmoes, kroketjes op de borden. Wat zijn u? Ja. Ben u er de beroerd voor? De rand moet schoon blijven. Ja, natuurlijk. Dat zeggen we altijd op het toilet ook, zeggen we. Jongens, daar moet schoon blijven. Wat er ook gebeurt.
De rand moet schoon blijven. Extra scheppie voor Kas doen? Ja, doe maar. Die lust wel wat, hè? Ja. Ja, die drinkt niet meer, dus die eet. Lekker. Meer rijden? Mosterd. Kas, lekker. Dus, waar is de kroket? Mayonaise, nog mayonaise. Ook mayonaise. Neem hem mee aan tafel. Kom, neem mayonaise mee aan tafel. Lekker zitten daar aan tafel. He, gezellig. Kom, Kas. Zo. Aansluit, hè. Bij elkaar blijven. Bij elkaar blijven. Het is van haar heb ik gemaakt. Hmm. Ja, toch. Heet. Ja. Ik wist dat dit zou gaan gebeuren, natuurlijk, hè. Het is natuurlijk toch voor u ook de eerste keer dat je dit soort spul maakt, natuurlijk. Dus ik heb het voorbereid. Kijk. Vol. Dit is eigenlijk zoals onze lieve heren bedoeld heeft. Hey. Warm. Kijk, dit is de eind. Dat kun je het zien. Van binnen. Dat is hem. Kas. En daar heb je... Mirijn. En daar heb je heus geen... geen mort. Dit. Daar heb je geen mortje bij nodig. Kijk, zo gezellig. Kijk, is die gezellig of is het niet gezellig? Nou, volgende week. Volgende week.